Saga werd dinsdagochtend verschillende keren met een mes gestoken toen ze haar huis in Den Bosch verliet. Niet veel later overleed ze aan haar verwondingen. Saga maakte zich al langer zorgen over haar veiligheid, omdat haar ex-vriend uit Utrecht haar ernstig bedreigde. Ze deed hiervan aangifte bij de politie. Het is niet zwaar genoeg om meteen actie te nemen. Dat klinkt nogmaals heel erg koud. Maar u moet bedenken dat er bijvoorbeeld op diezelfde stapel liggen overvallen waar veel geweld bij gebruikt is of zware mishandelingen. Die hebben dezelfde, die vragen dezelfde aandacht als deze zaak. En vandaar dat we dus de zaak even hebben moeten neerleggen en wachten tot een rechercheur vrij was om de zaak op te pakken. De politie had wel afgesproken dat er meteen moest worden uitgerukt als Saga 112 zou bellen. Maar die kans kreeg ze niet van de dader.